Hallo en welkom. Vandaag hebben we het over goed uitzien en je lekker voelen. Iedereen kent dat zelfverzekerde gevoel als we er op ons best uitzien. En op je best uitzien wil zeggen in vorm blijven. Zo'n hectisch leven dat de meeste mensen niet toekomen om elke dag naar het fitnesscentrum te gaan. Laat staan genoeg tijd hebben om met de nieuwste fitnessapparatuur of videoprogramma's lekker rustig thuis te trainen. Maar nu kan dat wel met de ongelofelijke Gymbody 8 van Slendertone. Fantastisch resultaat. Het is niet te geloven. Het werkt echt. Had ik maar eerder de Gymbody 8 ontdekt. Ik zie er te gek uit. Wist u dat in een recente enquête 70% van de vrouwen zeiden dat ze niet tevreden waren met de vorm van hun lichaam. 1 op de 4 was ontevreden over haar buik en vond haar achterwerk gewoon fout. Dus hoe houden mensen met drukke banen en een gezin toch hun lichaam goed in vorm? Zelfs als ze een jacht op bestaan leiden. Laten we eens kijken of we dat te weten kunnen komen van iemand die altijd een enorm druk leven heeft en in het midden van de belangstelling staat. Dames en heren, een hartelijk welkom voor Anita Harris. Oh. Anita, welkom. Je ziet er prachtig uit. Moet je kijken, hoe ben je jong? Ziet er niet schitterend uit. Je bent een schat. Luister eens, je hebt het altijd razend druk. Actrice, zangeres, vrouw van een druk impresario. Verschijnt vaak in het openbaar, op het toneel en zo. Ik bedoel, waar haal je al die energie vandaan om dat aan te kunnen? En ook om dat allemaal zo te kunnen doen en toch een goed figuur te houden. Nou, ik geniet van mijn werk, maar ik heb ook nog iets anders. Dit is het. Het zit in het koffertje. Het is de Slendertone Gymbody 8 en het is mijn fitnessvriendje. Dit is de ongelofelijke Gymbody 8 van Slendertone. Speciaal ontworpen voor de buik en de billen. Het pakt de hele spiergroep aan voor de beste resultaten zonder enige inspanning. De Gymbody 8 communiceert op dezelfde manier met de spieren als de hersenen. De prikkeling vloeit vanuit de Gymbody 8 naar de plaatjes, waardoor uw spieren op natuurlijke ritmische wijze samentrekken en ontspannen. De eenvoudigste lichaamsbeweging die u ooit zult doen. Wat heeft dit koffertje in feite gedaan, specifiek niet voor niemand anders, maar voor jou? Oké, nou. De vorm van je lichaam hangt af van de soepelheid en stevigheid van je spieren. Uh-huh. En dit koffertje bevat alles wat je nodig hebt voor een plattere, stevige buik en achterste. En het verbetert je houding en het maakt de spieren in feite sterker en strakker door lichte prikkeling. Ja, nou, waar heb je dit ontdekt? Waar zag je het eerst? Dat is interessant. Een vriendin van me had het meegenomen naar Amerika toen we daar werkten. Mm-hmm. En op een dag liep ik de kleedkamer binnen en daar zat ze met dit aan. En ze vertelde me erover en ik kon het zien. We werkten 2 weken samen en het verschil was gewoon niet te geloven. Dus heb ik er ook een gekocht en ik neem hem overal mee naartoe nou. Mm-hmm. Het kan op reis, het is draagbaar. Laten we eens even kijken. Wat zit er in het koffertje? Oké, je hebt hier 2 setjes schijfjes. En in deze doosje zitten 8 schijfjes. Mm-hmm. En hier zit het brein in. Dit gaat rond je middel. En dan zijn dit de draadjes die in de schijfjes gaan. Aha, ja? Je hebt hier ook de riemsectie die helemaal verstelbaar is. Ja. En je kunt de prikkeling van de spieren bijstellen met deze knopjes hier. En je weet wanneer je het juiste intensiteitsniveau hebt. Want dan zie je de spieren bewegen. Ja. Hoe voelt het als het werkt. Oh, het is een soort tintelend gevoel. Het is heel lekker. Kun je het even demonstreren? Mogen we zien hoe het werkt? Nou, ik wil wel. Maar ik heb het vandaag al gedaan, mijn gymbody training. Maar ik heb 2 hele goede vriendinnen die het kunnen laten zien. Ik was een beetje nerveus toen ik hem kreeg. Ik dacht dat het heel erg moeilijk zou zijn. Maar binnen 5 minuten had ik hem al aan de gang. Fantastisch. Oeh, had altijd een probleem met mijn buik en billen. Het was me nog nooit gelukt ze in de juiste vorm te krijgen. Toen begon ik met de Gymbody 8 en nu heb ik weer het figuur dat ik had toen ik zo'n jaar of 20 was. Ik introduceer even Vicky en Sophie. Hi. Van Play Your Cards Right. Allebei gebruiken ze de Gymbody 8 om in vorm te blijven en goed uit te zien. En jullie zien er fantastisch uit. De spieren sterk houden doen jullie niet alleen vanuit ijdelheidsoverwegingen of omdat het goed is. Het is ook een beroepsvereiste, hè? Absoluut, ja. Dus hoe gebruik je hem? Nou, onder dit shirt. Alles zal het heb ik er eigenlijk één aan. Dus je ziet hoe klein het is onder kleren. Dus je kunt hem de hele tijd aan? Absoluut, ja. En ik geloof dat Vicky het gaat uitleggen? Ja. Nou, bij de Gymbody 8 zitten 8 van deze schijfjes en ik doe er nog 4 aan. Maar Sophie draagt er 6, omdat ze een hele smalle taille heeft.
Nou, het geeft niet als u niet onthoudt hoe ik dit doe, want er zit een stap-voor-stap demonstratievideo bij elke Gymbody 8. En er zit ook een handleiding bij. Het is echt heel eenvoudig. Je gebruikt die van jou al een tijdje. Hoe lang heb je hem al, Sophie? Zo'n 6 maanden in totaal, want tussen de eerste serie van Play Your Card Rides en nu had ik veel minder tijd om naar het fitnesscentrum te gaan, wat ik vroeger altijd deed. Ik weet niet of de camera dit kan zien. Kun je het zien? Ja, zeker. Daar had je het samen over. Samen trekken en ontspannen. Dat doe je toch niet zelf, hè? Nee, dat doe ik echt niet. Dat doet de Gymbody 8. Dat zijn mijn spieren. Met het groene lichtje beweegt het gelijk. Nou, deze schijfjes zijn nieuw, hè? Ik weet die oude nog. Jij vertelde me wat eerder, voordat we binnenkwamen, over de rubber kussentjes. En hoe je weet wel, vast zat aan een groot apparaatje. Ja. Dit zijn eigenlijk zelfklevende schijfjes, in tegenstelling tot die van rubber. Oh ja, ja, ja. Heel anders dan die andere. Hoe lang gaan ze mee? Absoluut. Nou, je krijgt er 8 extra. De schijfjes, de vervangschijfjes, bij je Gymbody setje. Uh-huh. Maar als je ze na 2 of 3 keer gebruikt hebben, even onder de kraan houdt, het schijfje, of er een beetje water op doet, laat het drogen en dan doe je het beschermingspapier er weer op. En je zult versteld staan hoe lang het meegaat. Het is ideaal als ik moe ben, want ik kom thuis, plof neer op de bank en de Gymbody 8 doet het werk voor me. Ik heb altijd problemen gehad met mijn billen en droeg niet zo graag jeans en kon niets vinden waarmee ik het vet kon kwijtraken. Maar nu ik de Gymbody 8 gebruik, nu draag ik graag een spijkerbroek. Ik voel me een beetje buitenstaander. Zijn hier ook wat kerels? Wat vinden jullie? Ik bedoel, ik wil best allemaal proberen. Ik bedoel, ik wil er ook wat beter uitzien en me lekker voelen. Want ik heb vetrolletjes hier en een bierbuikje en hangbillen. Ik bedoel, het is toch triest. Ik voel nu maar niet. Maar wel. Merken jullie dat jullie vriendjes en zo, ik bedoel, zijn kerels die dit gebruiken? En is dit iets dat kerels ook wel zouden willen gebruiken? Oh ja. Nou, die buik is een probleemzone, hè? En de Gymbody 8 is speciaal ontworpen voor de buik en voor de billen, om die aan te pakken. Ik wil wel, misschien moet ik één voor mijn vrouw kopen, kan ik hem stiekem gebruiken. Ik denk eigenlijk dat een heleboel keels dat ook zo doen. En heb maar geen... Je koopt hem gewoon voor haar. Een heleboel mannen kopen hem voor een vrouw of vriendin. Het is een prima kerst- of verjaarscadeautje. Nou luister, ik ben bijna overtuigd, maar de harde feiten. Hoeveel lichaamsbeweging krijg je eigenlijk daardoor? Oké. 40 minuten met de Gymbody 8 is gelijk aan 240 sit-ups. Echt sit-ups? Echte sit-ups. Stevige macho? Stevige macho sit-ups. Hallo allemaal, nou Dr. Malcolm Reed, voormalig teamarts van het Britse Olympische team en hoofdgezondheid van de Britse atletiekorganisatie. Malcolm, we zijn erg blij dat je vandaag hier kunt zijn om ons wat meer te vertellen en je eigen opinie te geven over de Slendertone Gymbody 8 als sportman. Nou, hoe kan dit sportliebe helpen? En natuurlijk gewone mensen. En nog belangrijker, is het veilig? Ja, hij is al een hele tijd in omloop. En toen we in eerste instantie begonnen te gebruiken, was het bij mensen die last hadden van hun knieën. Mm-hmm. Dus als ze een blessure hadden in hun knie, dan werd deze spier, de dijspier, die werd dunner. Dus dan namen we zo'n type apparaat om de spieren sterk te houden. Later, als ze het been weer begonnen te gebruiken, konden sommigen niet eens de spier gebruiken omdat ze vergeten waren hoe het moest. Het is in feite net zoals wat er gebeurt met je buik, niet? Als je gewend bent om zo te staan, dan vergeet je hoe je die spieren moet gebruiken. En als je bijvoorbeeld zwanger bent geweest en er zit een bult in de weg, de buikspieren hangen hier zo en na afloop van de bevalling zijn ze erg slap. Maar als je ze oefent, willen ze dat alleen maar hier zo doen. Dus moet je in feite zoiets gebruiken om zo weer op de juiste plaats te trainen. Verbetert dan ook de houding? Ja, het kan zeer veel doen voor de houding, ja. In feite voor mensen met rugklachten. Ik bedoel met rugklachten die eigenlijk de hele tijd zo staan. Die vinden het een beetje eng om zo'n apparaat te gebruiken. En als ze eigenlijk zo staan, als we eerst hun houding corrigeren, zodat ze op de juiste manier staan, dan zoiets gebruiken als de Gymbody, dan werkt dat bij hun buikspieren, maar het maakt tegelijkertijd ook hun rug sterker. Dus dat hele gedeelte hier wordt sterk, en dan vinden ze het helemaal niet eng om zoiets te gebruiken. Hoe vaak moet dit systeem in feite worden gebruikt voor resultaten? Hoe vaak? En wanneer zijn die resultaten te zien? Dat is wat de mensen willen. Absoluut. Ja. Nou, zoals met zoveel dingen, als je pas begint, weinig en vaak. Dat is het allerbelangrijkste. Dus de eerste week gebruik je het waarschijnlijk elke dag. En afhankelijk, als je er net mee begint, wil je weer dat tintelende gevoel hebben waar Anita zo dol op is. Ja, zalig.
Maar na ongeveer de eerste 10-20 minuten daarvan kun je het opvoeren, zodat je de samentrekkingen krijgt die we net zagen gebeuren. Ja. Maar wat gebeurt er na die 3 weken? Want zoals je zegt, men ziet de eerste resultaten binnen die 3 weken. Maar als je na 3 weken blijft doorgaan, en blijf je dan in conditie? Ja, ja. Nou, kijk eens naar onze Olympische atleten. Die trainen zo'n 3 of 4 keer per dag, 7 dagen per week. Maar ik mag aannemen dat we dat niet gaan doen. Maar de meeste van ons moeten het tenminste 3 tot 5 keer per week doen als we steeds sterker willen blijven worden. Ongelooflijk, de resultaten. Binnen 3 weken had ik het figuur van mijn dromen. Ik heb last van mijn rug. Ik kan daarom geen oefeningen doen voor mijn buikspieren. Maar met de Gymbody 8 merk ik dat ik alle oefeningen voor mijn rug kan doen zonder mijn rug te verrekken. In feite helpt het, geloof ik, mijn rug. Na mijn baby dacht ik dat ik nooit meer mijn figuur terug zou krijgen. Maar na 3 weken dankzij Gymbody 8 had ik het al. Luister, we hebben het alsmaar gehad over de buik en de zijspierversterker. Maar hoe zit het met de billen? Want uiteindelijk denk ik dat heel wat mensen denken, ja, doet ook wat aan mijn achterste. Ja, zit ik allemaal hier. Laten we naar de andere kant van de studio gaan. Want zowel mannen als vrouwen zien er beter uit in jeans en broeken. Maar wat dan ook, als de mooie billen hebben. En kijk, toch is er zo'n dames zitten lachen. Nou, vertel eens over de billen. Ik bedoel, die van jou zitten op je billen. Het staat zelfs nu aan. Aha. Ik kan je het wel laten zien. Mogen we het zien, Vicky? Je mag even stiekem kleuren, ja. Niet verlegen. Oké, ik laat het zien. Zoals je kunt zien, wacht op de samentrekking. Wauw! Zie je dat? De spier trekt in feite samen en ontspant dan. Dus ik heb ze aan. En je kunt het daadwerkelijk zien. Je kunt het daadwerkelijk zien. Ik moet tegen mijn vrouw zeggen, ik moest dat inspecteren om absoluut van overtuigd te zijn dat het werkt. Maar het hele, ik bedoel, het was helemaal niet zoals bij de buik. Want het hele stuk daar beweegt, echt. Helemaal niet. Oh ja. Ik heb hier plaatjes en aan de andere kant natuurlijk ook. Aha. Dus zo'n 40 minuten doen is heel goed. En je kunt dat doen, je kunt het aan hebben terwijl je boodschappen doet. Ja. Gymbody is eenvoudig te gebruiken. Maar als ik ergens iets niet goed snap, kijk ik gewoon naar de instructievideo die erbij zit. Zo compact en draagbaar. Ik doe een wijde trui aan, laat de hond lekker uit en niemand weet dat ik hem aan heb. Het is echt geavanceerde technologie, hè? En over technologie gesproken, wie kan ons beter vertellen over de Gymbody 8 dan de marketingdirecteur van Slendertone? Dames en heren, een hartelijk welkom voor James Murphy. Hoe gaat het, Steve? Hi. Hi. Alles goed? James, we springen maar meteen in het diepe, hè? Ja! Hoe werkt het? Nou, het is in feite heel erg simpel eigenlijk. Het werkt op precies dezelfde manier als de hersenen communiceren met de spieren. Namelijk, de hersenen communiceren normaliter met de spieren via het zenuwgestel. Alleen in dit geval hier hebben we dit chipje dat als de hersenen fungeert. Het communiceert met de spieren via het plaatje en doet de spieren samentrekken. Hoe lang bestaat Slendertone nu alweer? Want ik weet nog het begin met al die grote machines en dat was het begin van de trend die maar groeide en groeide. Hoe lang? Nou, we bestaan al bijna zo'n 30 jaar. Ik begon eind jaren 60 en ik begon in één land. En toen het bekendheid begon te krijgen, ging het van het ene land naar het andere. En tenslotte verliet het de salon en toen namen wij het over en besloten over te gaan op consumentenproducten. En zo ging het verder. Nou, je noemde consumentenproducten en ik wil graag alles weten over de consumentenveiligheid en alles. Welke keurmerken heeft het tot op heden gekregen? Nou, dit specifieke product heeft het CE-merk wat iedereen kent in Europa. En dan zijn er nog zo'n 6 andere standaardveiligheidsproducten die er zijn over de hele wereld momenteel voor elektronische apparatuur. En we hebben ze allemaal. Wat voor soort mensen halen je echt het meeste profijt uit? Nou, ik denk kort samengevat, iedereen eigenlijk. Het is voor het soort mensen op zoek naar maximaal resultaat met minimale inspanning. Het is ontworpen voor hen. En welkom terug. U ziet dat we hier een feest hebben in de studio, maar nu komt het allerbelangrijkste. We bekijken de harde feiten niet met zomaar iemands vragen van de vloer, maar ze komen van ons live publiek. U hebt goed gekeken en alles in u opgenomen. Heeft iemand hier misschien die eerste vraag waarvan ik denk dat onze kijkers thuis die ook hebben en denken, hoe zit het met... Nou, zijn er vragen? Goed, wacht even. Ik kom zo bij u. Wie bent u? Yvonne Gazier. Aha, en ik wat doet u? Ik ben actrice en moeder van 4 jonge acteurs, dus ik ben nogal in de weer met de kinderen. Mijn vraag is, vervangt Gymbody 8 normale soorten lichaamsbeweging? Of kan ik zeggen, hoera, goed aan de fitness en al dat getrain en gewoon gym... Je hebt de smaak te pakken, lekker lui in een stoel in de zon zitten, niets doen. Ja, goeie vraag.
Vervangt het de lichaamsbeweging die we moeten doen? Heel goede vraag. Nee, we zeggen eigenlijk nooit tegen iemand dat lichaamsbeweging vervangen kan worden door Gymbody 8. In feite is het een mooie aanvulling op je normale trainingsprogramma. Zijn er nog meer vragen? Ja. Ik ben Tish Tudor en ik heb een klerenzaak. Ik zou graag normaal met mijn werk verder willen kunnen gaan en een goed figuur willen hebben. Ik heb precies gehoord wat je zei, maar wat ik echt wil weten is, werkt het nou eigenlijk echt? Nou, dat is echt de handvraag, hè, James. Ze willen weten, werkt het echt? Wat kan ik zeggen? Meer dan 30 jaar. 10 miljoen mensen zegt wel wat. En we verkopen het in bijna 25 landen wereldwijd. Het werkt. Zijn er nog meer vragen die u misschien wil stellen? Een heleboel zie ik. Wacht even. Hi, ik heet James en ik studeer. Ik gebruik Gymbody voor mijn buik en billen. Dus je hebt er al een? Oh ja, ja, ja. Dus de kerels hebben al een. Anita, je had gelijk. Je? Vertel dat maar aan je man. Wat ik wil weten is, moet je echt 6 uur wachten tussen sessies? Ja, goede vraag. Is het essentieel? En waarom is het belangrijk om 6 uur tussen sessies te wachten? Je hoeft alleen maar 6 uur te wachten als je dezelfde spieren gebruikt. Als je van je buik over wilt gaan op je krent, trouwens een leuk woord, dan kun je dat meteen doen. Dezelfde spiergroep kan gewoon niet te veel spanning en tijd tegelijkertijd aan. Dus dan wissel je even en dan is het goed. Ik heb ook nog een vraag. Weet je, als je aerobics doet of een dansles of zo, voel je een soort roes na afloop, zo'n fit, strak gevoel. Krijg je dat nou? Ook als je gym op absoluut. Maakt. Want het vormt een onderdeel van je leven. En je voelt je lekker, weet je. Het is zo fijn. Echt waar. En energie. We hebben het steeds over energie. Wat voor soort batterij? En hoe lang gaat dit? Dit is een reservebatterij. 9 volt. En je moet een goede alkalische batterij hebben. Koop een goede, dan gaat die veel langer mee. Nou luister, als dat een deel van je geheim met de Gymbody is, zo goed uitzien als jij en altijd die energie hebben. Hou je batterijen opgeladen. Fijn dat je hier naartoe kon komen. Je ziet er geweldig uit. Ik bedoel, dames en heren, Anita Harris ziet er fantastisch uit. Echt prachtig. Dank je voor je komst. Ik wil even zeggen, het is ongelooflijk. En ik ben er gek op en dat zult u ook zijn. Ik bedoel, het is veel beter dan die dure salonbehandelingen of fitnesscentra. Gymbody 8, mijn fitnessvriendje, dank je. Ik ga het proberen, dank je. Luister, ik zeg ook dank je wel tegen Malcolm en dank je wel tegen Vicky en tegen Sophie. Kijk eens tot eens. En hartelijk bedankt, James, je. Dat je dit briljante product met ons deelde voor de consument. U heeft gezien hoe de Slendertone Gymbody 8 u kan helpen goed uit te zien en goed te voelen. U hoeft er maar een klein beetje moeite voor te doen en u behaalt absoluut maximale resultaten in slechts 3 weken. Probeer het uit, kijk wat u ervan vindt, want u bent degene die weet of het werkt voor u. Tot gauw, het beste. Tot ziens! Wat hebben deze brieven van een huisvrouw uit Colombia, een zakenvrouw uit Frankrijk, een lerares uit Costa Rica en een danseres uit Ierland allemaal gemeen? Ze komen van mensen over de hele wereld die Slendertone willen bedanken voor de resultaten van de ongelofelijke Gymbody 8. Het is een effectieve manier om jonger en sexier te worden. Slendertone producten, ontwikkeld voor de fysiotherapie, worden nu door meer dan 10 miljoen mensen over de hele wereld gebruikt. Los uw fitnessproblemen op met de fantastische Gymbody 8. Gymbody 8 pakt de zones aan waar de meeste lichaamsbeweging aan voorbij gaat. Het maakt strakker, steviger en sterker, waardoor u er slanker en strakker uitziet. De Gymbody 8 is veilig en betrouwbaar en is uw draagbare fitnessvriend. U krijgt maximum resultaten met minimum inspanning. Breng de plaatjes aan, bevestig het bedieningspaneeltje rond uw middel en laat de Gymbody 8 al het werk doen. Hij is ontworpen voor de buik en billen en traint alle onderdelen van elke spiergroep. En u behaalt ongelooflijke resultaten zonder u in te spannen. De Gymbody 8 communiceert op dezelfde manier met spieren als uw hersenen. De lichte prikkeling doet de spieren ritmisch samentrekken en ontspannen. En het wordt allemaal gestuurd door uw individueel ingestelde intensiteitsniveau. 40 minuten met de Slendertone Gymbody 8 is gelijk aan 240 sit-ups. Als u hem dagelijks gebruikt, ziet u de resultaten al na 3 weken. Train thuis, op kantoor of zelfs onderweg. De Slendertone Gymbody is licht, compact en volledig draagbaar. Het komt compleet met prikkelingsplaatjes, gebruiksaanwijzing en een stap-voor-stap instructievideo. Allemaal in een aantrekkelijk koffertje. U bent zo op weg naar het figuur dat u altijd al heeft willen hebben of nooit meer dacht terug te krijgen. Om uw Slendertone Gymbody 8 te bestellen, belt u het nummer op het scherm dat naast de vlag van uw land staat. De prijs in uw eigen valuta staat naast het telefoonnummer. Als er geen prijs voor uw land staat, kunt u ook uw plaatselijke nummer bellen. De Slendertone Gymbody 8 heeft een fabrieksgarantie van 1 jaar en een 30 dagen niet goed geld teruggarantie. Behaal maximum resultaten met minimum inspanning. Met Slendertone Gymbody 8. De goed uitzien en u lekker voelen is nog nooit zo eenvoudig geweest. Bel nu, we zitten voor u klaar.